Jullie weten alles van boten, denk ik. Een hoop. Ja, ik ga je eens even testen. Ik wil heel graag een beetje bij het begin beginnen. Omdat ik merk dat ik eigenlijk vrij weinig de terminologie ken. Ten eerste, het is een... geen peddel, maar we noemen het een... Een riem. Okay. Ik had een discussie met Rientje over wat de voor- en wat de achterkant is van een boot. Ja, wij hebben het niet zozeer over de voor- en de achterkant van de boot. We hebben het eigenlijk wel ja. Over de boeg en het puntje van de boot. Die zo. Ah ja. Achter de stuurvrouw. Dus okay, ja. Het is vooral omdat wij natuurlijk met onze rug richting de finish gaan. Ja. Daarom is het eigenlijk verwarrend. Heel. Maar eigenlijk moet je het allemaal zien vanuit de stuur. Ja. De stuur die gaat de goede kant op, zeg maar. Die kijkt de goede kant op. Ja. Dus wat voor de stuur de voorkant is in het zicht, ja, dat is in die zin de voorkant van de boot. Dankjewel. Ja. Helder uitleg. In deze zin had Rientje dus gelijk gefeliciteerd, Rientje. Je hebt gewichtsklasses. Hoe zit dat dan? Hoe zwaar mag je bij het lichtgewicht zijn? En hoe zwaar? Lichtgewicht de dames moeten 57 kilo zijn. Gemiddeld of gemiddeld? Maximaal? Ja, gemiddeld. Oh, okay. Dus het mag dus zijn dat er één 59 weegt en de ander compenseert. Oké. Okay. En de lichte mannen 70. En dan is er ook nog heel veel terminologie, wat ik niet snap. Je hebt de X, je hebt een plus, je hebt een min. En ja. Wat betekent plus? Dat is eigenlijk de stuurvrouw of de stuurman. Oké. Okay. Ja. En de min is gewoon... Ja. Ja, dan mis je de stuurman of de stuurvrouw. Nou, mis je. Of misschien mis je, maar die zit er niet in. Nou ja, je hebt sowieso twee handen vol, maar dan heb je twee riemen. Ja. Dat is de X. Dat is het skullen. Zo noemen we dat. En als je de X niet hebt, dan is het boordroeien. En dan heb je dus één riem in je handen. Dus... Geef me nog eentje en dan kijken of ik hem heb begrepen. Ja. De M4 min. Mannen 4 zonder. Maar dan weet ik niet wat ze... zonder stuur in ieder geval. Maar dan weet ik niet of ze... met dubbel riem... Moet ik dit weten? Dus dan zijn ze met 1. Met 1. Dus de mannen 4 boord zonder stuur. Juist. Ja. Helemaal goed. Hè? Zo. Ja. Nee, ja, ik heb hem wel. Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel, dames. En heel veel succes. Ja, bedankt voor de uitleg. Ik snap het eindelijk.